All right, here we go. Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, giet een emmer ijswater over zijn hoofd. That was really cold. Op het internet duiken honderden van deze filmpjes op. De bedoeling is om op deze manier de dodelijke zenuwziekte ALS onder de aandacht te brengen. I am accepting the ALS Ice Bucket Challenge. Ook het Amerikaanse popidool Justin Timberlake doet mee. Het initiatief komt van de Amerikaan Pete Freights, een voormalige honkbalspeler die zelf ALS heeft. Wie een emmer water over zijn hoofd giet, mag drie anderen uitdagen. Die moeten binnen de 24 uur hetzelfde doen of ze moeten geld storten voor onderzoek naar ALS. Ook de voorzitter van de Belgische ALS-liga, die zelf de ziekte heeft, doet mee. Zet je er klaar voor? Go. Oh, ijskoud. Maar mocht je zwaar als ALS? Danny Reviers is volledig verlamd door de ziekte. Alleen zijn hoofd kan hij nog bewegen. Na deze koude douche is het zijn beurt om drie mensen uit te dagen. Ik nomineer minister Philip Muiters, minister Jo van Deurzen en Jean-Marie Paf. Benieuwd of ze het aandurven. In Amerika heeft de hele familie Kennedy het wel gedaan. Welkom Cape Cod, president Obama. I nominate you. 86 jaar is de weduwe van Robert Kennedy ondertussen, maar ze doet het toch maar. President Obama ging niet in op de uitdaging, maar hij stortte wel geld. In 2 weken tijd is er in Amerika al meer dan 4 miljoen euro ingezameld.